Luc van Troost, cricketvoorzitter van Excelsior 20. Vandaag 2020 tegen Hermes. Maar hoe bijzondere wedstrijd gaat dit worden, Luc? Ja, heel bijzonder in coronatijd, hè? Ja. We hebben volop voorbereidingen getroffen, dus hopelijk wordt het een hele mooie middag. Maar het is niet zo dat iedereen kan komen. Wat heb je allemaal moeten doen om dit te regelen? Nou, kijk, we hadden natuurlijk al snel hadden we ingeschat dat er meer dan 250 mensen komen. Ja, dan moet je aparte maatregelen nemen. Dus iedereen moet zich registreren. Nou, we hebben gezegd, doen er maximaal 350 bezoekers mogen er komen. Nou, die hebben we. Ja. Dan is de kwestie van registreren. Dadelijk wordt iedereen gecontroleerd. Even de gezondheidsvragen worden gesteld. En dan gaat iedereen op 1,5 meter zitten en genieten van de wedstrijd. Dit wordt een historische dag. Ja, hopelijk. Ja, het is heel bijzonder inderdaad. En we gaan het zien, Jan-Willem. Het is voor iedereen is dit nieuw en spannend. Maar als iedereen zich gewoon gedisciplineerd gedraagt, dan heb ik er alle vertrouwen in. Ja. Sebastiaan Praat, een bijzondere wedstrijd. Excelsior Hermes in deze coronatijd. Ik zie het aan je gezicht. Je hebt niet gewonnen. Dat is niet, dat is duidelijk. Even jouw analyse van deze wedstrijd alsjeblieft. Ik denk dat we allemaal heel erg naar deze wedstrijd uitkeken. En als je kijkt naar hoe we begonnen met fielden, is dat denk ik vrij sterk. Pakken ook snel wat wickets. En dan komt Lorenzo in, die eigenlijk zelf nog een beetje in het begin ook nog aan het struggelen is. Maar mooi door de innings heen bed. Helaas laten we hem nog op 30 een keertje vallen. Maar daarin zie je wel het verschil tussen zo'n class player als Lorenzo, die hun dan naar 140 brengt. Terwijl het net zo goed de 110 had kunnen zijn. Dan maak je het jezelf moeilijk. Heb je ook pluspunten gezien? Ja, zeker. Ik denk dat we heel goed begonnen. We pakten snel wickets en ik denk dat dat heel sterk is. Ik vraag me af, als Lorenzo hier niet is en we kunnen doordrukken hoeveel ze er dan maken, dan zou het nog wel eens een wedstrijdje als 2018 geweest kunnen zijn. Maar deze keer was dat niet het geval. Een seizoen anders dan andere seizoenen, geen prijzen. Wat proberen jullie uit met Hermes DVS? Want dat is een mooie gelegenheid. Ja, absoluut. Kijk, ik denk dat we spelen sowieso met heel veel eigen jongens. Eigenlijk alleen maar eigen jongens, hè, want wij hebben geen enkele coach. En we zijn hier en daar wat met betten wat aan het proberen mensen een vaste plek te zoeken. Zodat we volgend jaar met onze coaches een goed elftal hebben waarin iedereen weet wat zijn doel is en zijn taak in de wedstrijd. En als we dan performen, dan moeten we winnen. Vorige week, moeten we even naar terug, was een fantastische wedstrijd. Jij ging meer dan 100 runs slaan. Vertel even heel kort je ervaring. Ja, dat is 2 weken geleden alweer inderdaad. Ja, kwik. Ja, ik denk dat was een bizarre wedstrijd. Voor mezelf ook. Ik denk dat ik nog nooit zo goed gebed heb. Maar voor mij was het continu het gevoel dat we konden winnen. En dat bleef maar aanhouden. En ik begon ze steeds beter te raken. En uiteindelijk, als je dan zo wint, ja, dat is fantastisch. Ton Hegelman van Excelsior 20. Gewonnen van Hermes. Hoe bijzonder is dat? Bijzonder niet, maar wel lekker. Ja. Even een analyse van de wedstrijd. Hoe ging het? Wat waren de plussen en de minnen? Ik moet zeggen dat Hermes erg strak en goed begon met de nieuwe bal. En zij hebben dat helaas voor hun dan aan het einde van hun innings niet kunnen continueren. Rens Heinsbroek samen met Lorenzo Inkerum zorgde ervoor dat wij tot een totaal kwamen waar wij erg tevreden mee waren. We hadden een beetje gezegd, als we rond die 120, 125 komen, dan hebben we in ieder geval een totaal waar we iets mee kunnen. Nou, dit waren er natuurlijk heel wat meer. En daarna met de bal begonnen wij zelf ook goed, hè, door direct een hoop wickets te pakken. En om voor hun dan nog terug te komen in de wedstrijd is erg lastig. Na afloop doen jullie een soort rondje bespreken. Wat wordt er dan besproken? Nou, wij waren niet helemaal tevreden met hetgeen wat we toch vandaag hebben laten zien. Waar was je ontevreden over? Een heel klein beetje onze approach met het bet aan het begin. Hè. We hadden niet echt heel veel intent, maar we lieten hun goed bowlen. Zij deden het goed, maar we lieten het ook gebeuren. En juist in een T20 wil je toch proberen te domineren. Daarnaast hebben we tijdens het bowlen heel veel extra's gebold. Wat gewoon zonde is, waardoor je hun gratis runs weggeeft. En eigenlijk heel de tijd een beetje in de buurt houdt van die runrate dat ze hoeven maar te hebben. Dus dat zijn dingen waar we het over gehad hebben. En dat we nu gewoon lekker moeten genieten van deze overwinning. En rustig aan moeten doen voor morgen natuurlijk tegen HCC. Het was een historische wedstrijd. Bezoekers moesten zich melden, coronatoestanden. Besef je dat als je op dat moment het veld in staat? Nee, eigenlijk helemaal. Ik in ieder geval niet. Natuurlijk, de dagen hiervoor krijg je het een en ander mee. En is het alleen maar hartstikke leuk dat er zoveel mensen op afkomen. Hè. Dat zie je toch wat die derby doet in Schiedam. Dus dat is geweldig. Ik denk dat het goed georganiseerd was. Dat het prima omstandigheden waren. Dus het was super. Ten slotte, ja, dit is de gelegenheid om te experimenteren. Het gaat niet om prijzen. Hoe past de jeugd zich op het ogenblik aan? Wat voor indruk heb je van hen?
Prima, prima. Dat is waar wij in ieder geval heel erg blij mee zijn als Excelsior. We hadden direct, toen het bekend werd dat het niet ging om prijzen, degradatie, et cetera, gezegd van, nou ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we de jeugd zoveel mogelijk kansen gaan geven in de selectie. Dus we hebben hen direct betrokken bij de eerste trainingen die we hebben gehad, om die groep zo groot mogelijk te maken. En inderdaad de jonge jongens te laten zien van, joh, wat heb ik nodig, of wat heb jij nodig, om eventueel dadelijk een eerste elftal speler te worden van Excelsior 20. Wat is nou hun eerste ervaring die ze opdoen? Waar praten ze over? Nou ja, dat het er toch wel een heel ander niveau is. Dat het even een stapje hoger is. Dat het allemaal net wat sneller gaat, net wat harder is. Maar dat je er ook op aan wordt gesproken dat als je iets niet goed doet, dat ook gezegd mag worden. En daar moeten we heel erg mee waken met elkaar, dat dat op een goede manier gebeurt. Maar dat helpt dan dat er nu weinig tot niets op het spel staat natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. Ten slotte, al die cricketploegen hebben dezelfde narigheid met die corona. Wat betekent dat in jouw optiek, Tom, voor volgend seizoen? Nou ja, weet je, ik bedoel, dat gaan we volgend jaar wel zien. Ik bedoel, ik hoop dat corona dan dusdanig weg is, zeg maar. Dat we gewoon weer competitief cricket kunnen gaan spelen. Kijk ik heel even naar ons team. Dan ben ik gewoon heel erg blij dat jonge jongens dit jaar hebben kunnen laten zien waar ze toe in staat zijn. En dat we voor volgend jaar gewoon een goede brede selectie hebben. En als we dan echt weer competitief cricket gaan spelen. De sponsoren bij de club blijven. Er budget is om naast Lorenzo natuurlijk nog een tweede versterking aan te stellen. Dan kijk ik daar alweer erg naar uit. Gefeliciteerd. Dankjewel.